Hallo, hallo en welkom bij Vlogmas dag 27. Ik begin deze vlog redelijk opgemaakt, maar ik ga net een video filmen. Ik ga mijn What I Got For Christmas filmen en die kan ik dan vandaag online zetten. Dus vandaar dat ik iets meer opgemaakt ben. In mijn bureautje. Zo. Tadaa. Ik ben nog steeds echt zo blij met dit leuke boompje. Hij is echt cute en ik vind hem echt heel mooi in de achtergrond. Oké, video is bewerkt en die is aan het uploaden. En nu ga ik als een gek het huis opruimen. Mij even omkleden tot iets minder rare combinatie. Ik moet mijn thumbnail nog maken en zo. Maar ik ben al blij als de video online komt. 70%. En als we nog tijd hebben, gaan we even de wifi die we gisteren hebben toegekregen helemaal installeren. Dat zou echt niet moeilijk moeten zijn, dus dat zouden we echt op no time moeten gedaan hebben. We hebben hier wel wifi die binnenkomt via Proximus, maar echt gewoon, dat is echt gewoon... Ja, nee, dat is eigenlijk echt om niet over te spreken. Dit huis is gebouwd in de jaren 80, dus in een tijd dat er niet echt rekening werd gehouden met de plek waar de router en zo wordt geïnstalleerd. En de router is dus eigenlijk ook echt op niet zo'n heel handige plek geïnstalleerd. En doordat we echt mega dikke muren hebben, passeert de wifi gewoon bijna nergens. Dus enkel in de plaats waar de router geïnstalleerd is, hebben we wifi. Maar eigenlijk in de living al niet meer, in de keuken al niet meer. Eigenlijk de enige plek waar we echt wifi hebben, is de hal. En daar moesten we natuurlijk wel iets aan doen. Het is best wel frustrerend. Aangezien, mijn werk draait redelijk hard om wifi en om internet en online zijn. En gewoon het feit dat ik dan even niet kon checken, gewoon waar ik wil, was echt mega frustrerend. Dus we zijn allemaal lekkere verbeteringen aan het doen aan het huis. Dus daar ben ik echt mega blij mee, maar dit is wel echt een grote. Oké, alles voor vanavond is voorbereid. Ik heb alle dingetjes voor de grill op grote schalen al gelegd. En alles al afgedekt. Daar ligt de kaas. Zo kan ik vanavond gewoon alles op tafel zetten. En zelf ook niet te veel moeten doen. Gewoon een beetje meegenieten. En meegezellig doen. Ik ben ondertussen het dessertje aan het maken. Ik heb besloten weer mijn vanillecake te maken. Die ik met kerst ook gemaakt heb. En dan deze keer wel met de rumboter erbij. Dus die kunnen we er dan bij doen. En dan koffie en thee en zo. Oké, en nu de slaapkamer even doen. Gewoon niet omdat er bezoek komt, maar gewoon voor ons. Omdat die ook wel redelijk smerig is. En wij gaan ons wifi-probleem eens even aanpakken, right? Ja, het is nodig. We hebben geen wifi, geen internet. Nee. Dus enkel in één klein kamertje boven. Ja, en in de gang. Dus dat gaan we nu even doen. Ik zal misschien laten zien wat dat we hiervoor gehaald hebben. Aangezien dat wel een heel ding is. En dan even de opzet uitleggen. Want dat is misschien ook wel interessant voor jullie. Als jullie hetzelfde probleem zouden hebben. Oké, ik heb alles er even bij gepakt. En we hebben best wel wat research gedaan naar wat dat we wilden gaan gebruiken. Uiteindelijk zijn we bij de productjes uitgekomen van Frits. Ik heb hier alles eventjes uitgelegd. Dus dat ziet er zo uit. Dat zijn deze. Heel toffe verpakkingen, vind ik zelf. En
Ik vind dat het er ook niet zo lelijk uitziet. Want er zijn er echt een aantal waarvan ik dacht van ja, dat wil ik echt niet in mijn kamer hebben hangen. Want er zijn wel een aantal dingen dat we gaan doen die dat zichtbaar gaan zijn. Dus we gaan wifi repeaters gebruiken om eigenlijk overal het netwerk goed te krijgen. Ik heb voor de grap een speedtest appje op mijn telefoon geïnstalleerd. Om eens te laten zien, ja, voor onszelf ook, van hoe is het ervoor en hoe is het erna. Want daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. We willen ten eerste snel en overal wifi. En ook dat er meerdere mensen tegelijk op kunnen surfen zonder dat het zeg maar aan kracht verliest. Vandaar ook dat wij voor deze productjes zijn gegaan. We hebben onder andere een Fritzbox. Dat is eigenlijk een router of een router, zeg ik dat juist? Ja, een router die we dan gaan installeren. En dat wordt dan eigenlijk onze basis van onze wifi. Dus we gaan eigenlijk een heel nieuw netwerk opstarten dat wel via Proximus binnenkomt. Maar het is niet meer dat je moet inloggen op Proximus. Dus we gaan echt moeten inloggen op een totaal nieuw netwerk, waardoor het veel sterker wordt. Naast dit beestje hebben we er twee van deze. Namelijk een Fritz WLAN repeater. En eigenlijk het superhandige aan dit is dat je dat gewoon in de stekker steekt. Je duwt op het knopje en hij maakt connectie met je huidige, zeg maar, internetconnectie. En dan versterkt hij en zendt hij dat meer uit. En het leuke hieraan is, hiervoor heb je trouwens helemaal niet dit grote ding nodig. Dat kan je eigenlijk ook gewoon gebruiken met je huidige provider. Dus bijvoorbeeld voor Telnet of Proximus. Steek je gewoon in de stekker en hij zendt het gewoon verder uit. Dus als je bijvoorbeeld op kot zit en je zit net in een kamer waar dat bereik niet zo heel goed is, kan je deze in een stekkertje steken. En dan ga je perfecte wifi hebben in je kamer. Of zoals ons, als je gewoon echt mega slechte wifi hebt. En hier kan je onderaan ook nog een UTP-kabel, dus een internetkabel, insteken. Hij vult me even aan, want hij is daar toch ook iets meer thuis in als ik. Om bijvoorbeeld je laptop per kabel te verbinden. Dus ja, super handig. Of als je tv wilt kijken, digitaal tv op je slaapkamer's. Super handig. En dan als laatste hebben we hier de Fritz Powerline WLAN set. En dit zijn er twee in één verpakking. En dit zet eigenlijk het internet op je elektriciteit. Ja, waardoor het er dan weer uitkomt. En dit is eigenlijk nodig. Dit gaan wij installeren in de plek. Nee, ik bedoel, ik ga het eigenlijk niet vertellen. We gaan het gewoon doen. Gaan proberen. Want ja, maar het zou heel gemakkelijk moeten zijn, so let's do it. Want we zijn er allebei niet zo super handig in. Maar als wij het kunnen, kan iedereen het. Voilà. Maar wat gaan we beginnen? Met die en dan met die grote hier? Eerst de grote. Oké, eerst deze grote. Alright, let's do this. Oké, ik ga eens eventjes een begin speedtestje doen. Ik ben verbonden met ons huidige netwerk, dus het oude, soon-to-be oude netwerk. En ja, we gaan eens kijken wat dit doet. Ik ben wel benieuwd aan wat gaat zijn. Verbinden. Voor het oude netwerk is het download 17.9 en upload 4.75. Onze router staat, onze Fritzbox, en ik vind hem er echt mega mooi uitzien. Nu, bij ons staat hij gewoon echt in een kast, dit kan toe. Maar ik denk, moest hij gewoon ergens staan waar je hem kan zien, zou ik dat zeker ook niet erg vinden. Die staat dus, die is geconnecteerd met ons Proximus bakje. Ja. Zeg ik dat juist? Ja, ja. Decoder, Proximus decoder. Dus de Proximus decoder zit daar aan vast. En dan moeten we nu even gaan aftappen waar dat de wifi binnenkomt, hè? Ja. Dus dit was wel echt gewoon makkelijk. Gewoon stekker erin, dat daarmee connecteren, ready to go. In deze mishmash van kabels komt onze Proximus, zeg maar, Proximus internet binnen. Dit is het ding van Proximus. We hebben hem nu hier geïnstalleerd, de Fritz. En dan eigenlijk gewoon met een kabel, zoals je kan zien. Kun je daaronder, zoals ik net al zei, een... hoe heet het? Een UTP-kabel? Ja. Ja, goed gezegd, Paulien. Een UTP-kabel hieronder in stoppen. Die stop je dan ook gewoon in het bakje van de wifi. En daar gaat hij. Dan gaat hij... Dan zet hij eigenlijk gewoon het internet op de stroom. En dat komt dan nu binnen bij ons in de living op de router. Dus we hebben al twee dingen geïnstalleerd. Hetgeen hier bij onze wifi-inkom ding van Proximus. En dan de router in de living. En dat heeft letterlijk nog geen kwartier geduurd. Dus nu moeten we de rest van het huis wifi-proof gaan maken. We gaan even met ons telefoon kijken tot waar dat we goed bereik hebben. Maar we weten ongeveer wel welke ruimtes we sowieso wifi-proof willen hebben. Dat is ten eerste mijn kantoor boven en onze slaapkamer boven. Eigenlijk gewoon een stopcontact steken. Dus ik denk dat we hier binnen 10 minuten gewoon klaar zijn. En dan zijn we helemaal klaar voor ons feestje voor vanavond. Feest! Yay! Feest! Oké, het bureau. Ik heb trouwens vandaag mijn bureau verplaatst, zeg maar. Aangezien ik mijn lampen en zo wil laten staan. Dat ging niet, aangezien mijn bureau daar stond. Dus die heb ik nu even naar daar verplaatst. Maar dan moet ik even gaan kijken welk stopcontact ik daarvoor wil gebruiken. Ik heb er hier natuurlijk wel een aantal, maar die gebruik ik bijna altijd voor mijn lichten. Als ik aan het filmen ben, dat is niet zo handig als ik het dan altijd moet uittrekken. Daar heb ik er eentje, maar die gebruik ik eigenlijk meer voor mijn kerstboom. Dus daar wil ik eigenlijk ook niet echt mee zitten. En dat zal misschien wel handig zijn als ik iets anders met mijn achtergrond wil doen of zo. Dus dan ga ik even kijken. Daar hebben we er een.
Dat is geen stopcontact. Dus daar. Hier. Ga je niet eens? Ja. Hier komt hij erin. Hop. Alright, twee lichtjes branden. Die is al in orde. Zo snel gaat het. Gewoon in stopcontact steken en klaar. We hadden beneden al met de router verbinding gemaakt met de telefoon. En nu hebben we hier ook alweer vier streepjes. Dus perfect. Hij pakt het signaal perfect op in de slaapkamer. Hier komt deze, de Fritz WLAN Repeater. En ook hier kan je een kabel insteken. En we hebben ervoor gekozen om deze hier te installeren. Aangezien we hier ook graag een televisie willen hangen. En daar komt dan ook Proximus op aangesloten. Maar we hebben hier geen kabel liggen van het internet, van de wifi. Dus dan kunnen we er daar netjes mee eentje verbinden. Het uitverkoren stopcontact. Doe het. Oké. Dus, in stopcontact steken. We moesten even wachten. Ja. En dan hierop klikken. Op het knopje duwen. Hij is eventjes aan het nadenken, maar het signaal komt erdoor. Ja. En daar is hij! Hoeveel bereik we hier dan hebben? Vol. Hoppa, vol. Was niet slecht. Ah, zalig kunnen we hier ook gewoon lekker in bed Netflixen. Dat gaan we vanavond wel even uittesten, of dat we hier perfect kunnen Netflixen vanavond. Oké, hier hebben we er nog eentje van over van de repeater. En we hebben eigenlijk nog één belangrijke ruimte nog niet gedaan. Dat is de keuken. Yes. En als laatste hebben we er nog zo eentje. En die gaan we hier insteken. Even kijken. Hop. Ja. Knopje. Oké, daar komt hij, daar komt hij. Yay! Hij is er. En dit maakt eigenlijk ook dat we heel goede wifi gaan hebben in de tuin. De tuin is hier echt net naast. Maar we kunnen natuurlijk gewoon die repeater ook in een stopcontact zetten. Gewoon, zeg maar, net buiten. Dus voor mensen die op zoek zijn naar een goede oplossing om wifi in de tuin te hebben. Ik ben wel zo iemand die graag met zijn laptop in de tuin werkt of daar zit. Kan je gewoon een wifi repeater kopen. Gewoon zo'n los ding. Stopcontact. Zeg maar tegen de tuin of al in de tuin, als je daar een stopcontact hebt, dat je gewoon perfecte wifi in de tuin hebt. Echt gewoon, ik hou van 2017. Dus bij deze, op ik denk 20 minuutjes, een half uur, hebben wij heel ons huis wifi-proof gemaakt. Mooi. Toppie, daar ben ik helemaal blij mee. Zullen we eens even de test doen met de nieuwe speedtest? Ja! Ja! We zijn verbonden met onze Fritzbox, dus zoals je kan zien is het echt een heel ander netwerk. Oké, en here we go. Speedtest numero dos. Hola. Wow, zaten we in het begin niet aan 17 punt nog iets? Dat is drie keer zoveel. Oké, wacht hoor, ik ben benieuwd wat die gaat uitkomen, want je moet eigenlijk de resultaten daar bovenaan kijken. Oké, download is al 63,5 en we kwamen van 17 punt... 45? 17 punt, ja, nog iets. Dus laten we zeggen 18 en nu 63... En dan de download, upload, zaten we aan 3, nog iets. Ik denk 4,75. En zitten we nu aan 5,69. Oké, dat vind ik wel echt zalige resultaten. Mijn vriendinnen komen zo, dus straks de grote test. We verwachten 6 mensen. Dus de grote test of dat we er allemaal samen op gaan kunnen. En daarbij ook Spotify kunnen afspelen en zo. Dus ja, super blij mee. We have wifi! Het heeft eventjes geduurd, maar het is wel gewoon nu. Yes. Het is ondertussen 1 uur 's nachts en iedereen is... ik gaf de lens een klap. Iedereen is naar huis. Wij liggen nu lekker in bed en we gaan nog een klein stukje Riverdale kijken. En deze sucker gaat maar echt niet weg, hè. Maar we gaan een beetje Riverdale kijken. En dan lekker dutjes doen. En morgenochtend doen we gewoon helemaal lekker niks. Zalig. Oh, de vakantie is al half weg. Oh. Hoe is dat mogelijk? Dat gaat echt zo snel. Een week leek echt zo mega lang en we hadden niet mega veel dingen gepland, maar toch wel een paar. Echt zo snel. Maar dat is door die feestdagen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Omdat je dan echt zo dingen moet. Ja. Ik krijg mijn draadje terug. Ik moet mijn beugel niet meer dragen. En dan staan we weer mooi tegen elkaar en dit gaat een beetje bijwerken. De orthodontist zei dat ze nog nooit iemand had gehad waarbij de tanden zo snel weer bij elkaar stonden. Dus. Duim voor mij. Alleszins, ik wil je bedanken voor het kijken naar de vlog van vandaag. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe Vlogmas. Bye.